Welbesseling, tweede ronde KLM open, één boven par, twee onder voor het toernooi. Je zit in het weekend. Ja, uh, helemaal correct. Uh, maar vandaag niet helemaal lekker gespeeld. Ik heb uh, het was ook wel een hele andere dag moet ik zeggen. Wat regenachtig, wat uh, andere wind ook. En uh, dat is, zo speelde de baan toch heel anders. Maar uh, ik, speelde, ik speelde niet slecht, maar ik sloeg de ballen niet, uh, niet dichtbij genoeg. En uh, uiteindelijk iets minder puts geholt dan gisteren, dus uh, één half par. En dat is ook het verschil met gisteren, dat je minder puts haalt? Nou ja, ook wel. Uh, gisteren had ik wel gewoon een paar, uh, paar goeie erin. Um, verder was het redelijk hetzelfde als gisteren, ietsjes minder uh, overtuigend, maar uh, ja, ik was niet helemaal tevreden. Wanneer ben je wel tevreden? Dat is een goede vraag. Uh, nou, in ieder geval heb ik het weekend gehaald, dus dat, dat was stap één. Dat ik uh, in ieder geval nog uh, twee dagen kan spelen en, uh, en zo uh, aan mijn spel kan werken. Um, wat de voornaamste reden is dat ik niet, uh, niet tevreden ben, is dat ik uh, vandaag uh, ja, eigenlijk uh, een beetje met geknepen billen speelde. En uh, dat is precies waar ik, uh, waar ik vandaan wil. Dus ik uh, moet zorgen dat ik de komende dagen gewoon wat vrijer uit ga spelen. En uh, in mijn, routine, in mijn routines moeten strak. Dus ik moet elke keer hetzelfde. En uh, daar, dat moet vertrouwen uiteindelijk geven. En, en dan weer vrijer uit gaan spelen. En vervolgens uh, gaan de scores ook wel komen. Daar vertrouw ik wel in. Maar dat ging vandaag niet helemaal zoals ik wilde. Dus in het weekend, alle kansen om te stijgen? Uh, nou ja, ik sta geloof ik, ik heb net een kut gehaald. Dus ik uh, ben, ben redelijk, uh, redelijk onderaan. En uh, ja, dus uh, alle kansen om uh, te stijgen, inderdaad. Ja. Succes! Dank je wel.